Kom erbij. En begint zo. Kijk daar. Daar staat iets wat er gisteren nog niet was. Zegt Kit. Op ons veldje nog wel. Zegt Pelle. Ik lees heel vaak voor aan mijn eigen kinderen, maar ik doe het ook vaak in de stad. Ik vind dat het er ook echt bij hoort als wethouder onderwijs, bibliotheken. En het is ontzettend leuk om tussen de kinderen te zijn. Wij zoeken bijna ieder jaar met de kinderboekenweek iemand uit om voor te lezen. En dit jaar was dat de wethouder. Rustig maar, roept Kit. Wat een nachtmerrie. Pelle houdt Kit stevig vast. De kinderen waren erg enthousiast. Ze vonden het echt allemaal erg leuk. Het zijn wel hele kleine kinderen die nog wel heel bewegelijk zijn. Maar het kwam zeker bij ze binnen. Dat merkte ik wel. Ja, ik vond dat het heel erg goed ging vandaag. Toen ik de klas inkwam, zag ik een enorm grote groep. En nou ja, ik weet inmiddels wel uit ervaring dat een grote groep pittiger is dan een klein groepje. Maar ik vond het erg leuk. Ja, ik heb wat last van mijn keel. Hadden sommige kinderen ook een beetje last van. Er is veel verkoudheid in de klas. Dus dat maakt dat het wat meer werk is voor mij. Maar het ging even goed wel goed. En ik vond het erg leuk om te doen. Wie doet er altijd blub, blub, blub? Een vis. En doen honden ook blub, blub, blub? Nee, wat doen honden? Nou ja, het is deze week kinderboekenweek, maar ik vind eigenlijk dat het 52 weken in het jaar kinderboekenweek is. En ik roep echt alle ouders op in Dordrecht, lees vooral voor, het is ontzettend leuk. En het draagt op een hele mooie manier bij aan de ontwikkeling van je kind. Wauw, de trein. Wat doet de trein? Tjoeka, tjoeka, tjoeka. Waar gaan de treinen? Waar gaan we heen, Dylan?